Onlangs had je de zaak van Will Smith, dat hij iemand, de komiek-presentator, naar een klap verkocht omdat hij een grapje maakte over zijn vrouw. Ja, hoe kwam dat bij jou binnen? Ja, ik vond dat super plezant. Ik heb die Chris Rock ooit een keer nog een veel straffere grap horen vertellen toen hij de presentatie van de Oscars moest doen. Maar ik had ergens gelezen dat hij dacht dat die vrouw opzettelijk haar kaal geschoren had. Had hij nu, moest hij 100% geweten hebben dat dat door een of andere ziekte was, zou hij het misschien niet gedaan hebben, maar dat weet hij dan niet, hè, zit dat te zeggen. Maar hij heeft een keer, ja, ik wist niet dat hij Will Smith daarmee echt gescoord heeft. Hè. Want ik heb ergens gelezen, Chris Rock had een hele hoop optredens en die heeft het, dat was ineens zo gigantisch veel prijs en vraag. En die heeft zijn prijs, denk ik, van 80, 90 dollar naar $300. Het was nog overal uitverkocht. Dus, maar hij heeft ooit eens iets anders gezegd, wat ik fantastisch vond. Dat kan 10 jaar geleden zijn. Hij zei, ja, in de jaren 50, 60, zaten er nooit zwarte mensen in de jury van de Oscars. Want als uw moeder of uw grootmoeder daar ondersteboven als slavin aan een boom hangt te krijsen, is het toch wel moeilijk om u te concentreren op de beste buitenlandse kortfilm. Ik vond dat machtig. Met zo'n dingen, als ik een humor een statement kunt doen, dat slaat harder in, hè.